Hallo dames en heren en leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe video van K-agent Carrière Mode. Zoals je ziet spelen we weer in de beker, oftewel de Crocky Cup tegen Antwerp. Maar bekerwedstrijden worden gesimuleerd, dus hoop ik op een goed resultaat. Ah, net zijn 1-0 overwinning. We staan op dit moment vijfde. Ik ben klaar voor de wedstrijd tegen Genk. Als buitenspel van de Genk-speler Mitrovic. Passen. Ah, David kon niet meer onderscheppen die bal. We staan weer achter. Genk komt op 0-1 voorsprong. David, afmaken. En hij maakt gelijk. 1-1. Dit is wat we willen zien. Maak dit af. Oh nee, ik wou nog trappen, maar net te laat. Wat? Oh ja, dat is dom. Heel erg slecht bal gespeeld. Dan komen we weer op achterstand. Het is niet handig. Afwerken, Mitrovic. Gelijkmaker. Hij is nummer 10 bij ons, zie ik. Net. Maar wat een belangrijke goal dit. Oh ja, ze zijn weer gevaarlijk. Weg die bal. De jager. Maak hem af alstublieft. Yes. 3-2. En dan fluit hij af. We winnen. Heel blij met de 3 punten. En met de overwinning. Het zag er eerst even niet goed uit. Maar we pakken ons goed. Die wedstrijd ga ik simuleren tegen Mechelen. Even zien wat de stand is en het is. 0-4, Verscharen, Yaremchuk met 2 goals en Mitrovic ook nog. Dat is een mooi resultaat. Nu kan ik dan mijn P-elftal gaan simuleren. Ah, we winnen net met een goal van Kubo. Oeh, wedstrijd tegen Anderlecht, maar ja. Dus Verscharen is ook blij met zijn speeltijd. Ik heb in deze wedstrijd David wat hoger in de spits gezet. Hopelijk zal hij veel doelpunten opleveren. En wauw. Anderlecht speelde goed. En Creer trekt zijn eerste goal. Roef met de goal. David is er langs. David, afmaken. Afmaken alstublieft. Mitrovic. Of Yaremchuk met de goal. 1-1. David, afmaken. Doet hij. We komen op voorsprong. Tegen Anderlecht. En even. Wat doet hij, een leeuwen na of zo? Ik weet het niet. En dan maakt het weer zelf ook nog. Zo gaat het snel in voetbal. En denk ook Verscharen mijn assist tegen zijn eigen club. We zijn hier terug met de tweede helft. David, afmaken, hat-trick. En Mitrovic speelt hier eigenlijk ook al tegen zijn eigen club. Maar hij heeft nog niet gescoord deze wedstrijd. Oh jee, daar is Doku. Daar moeten we wel even voor oppassen. Dat is een vrije trap. Compagnie met een gele kaart. Nou, dat is te ver om binnen te trappen. Bron. Met de goal. 5-1. Ik denk dat ze niet blij zullen zijn in Brussel. Wat Anderlecht hier presteert. Mooie overwinning. David krijgt terecht de bal, want hij is toch wel... Man van een wedstrijd, mijn hat-trick, wie er allemaal gescoord heeft. David met 3 goals, Yaremchuk met 1 goal. Nog Bron en ook nog assist. De jager heeft wel wat assist kunnen maken. Even zien wat het zal worden. We winnen met 0-2 met 2 goals van David. We gaan veel wedstrijden simuleren in deze wedstrijd. Zo
snel door het seizoen heen komen. Tegen STVV spelen we 3-1. Mooi zo. En het is 0-4. Daar ben ik wel blij mee. De Crocky Cup ga ik mijn B-elftal gaan simuleren. Ah, het is 1-2, maar door thuis- en uitschools ga je dan toch door naar de finale. Ik ben benieuwd wat het wordt. En het wordt 2-1 tegen Charleroi, maar ja, het is al bijna play-off 1. Ik kan misschien bij volgende video al beginnen met play-off 1, dus daarmee dat ik heel snel door het seizoen heen ga. Ik kan nog één wedstrijd simuleren en dan is het voor deze video gedaan. En we winnen net met 0-1. Van Maashaan-Bever hadden we wel best veel geluk met de simulatiewedstrijden. Maar dan moeten we een keer een vriendschappelijke wedstrijd spelen als Canada. Maar dat is dan voor de volgende video, dus hopelijk hebben jullie genoten van deze video. Als dat zo is, laat een blauw duimpje achter. En dan zie ik je weer terug bij een volgende video. Dus doei doei!